Nou, ik vond de eerste helft eigenlijk niet helemaal. Ja, hadden we niet helemaal de energie die we de tweede helft gaven. Maar dan klappen we eroverheen, we gaan vertrouwen en ja. Hebben jullie de rust iets aangepast? Iets anders gedaan? Of is het elkaar gezegd om dat te realiseren? Nee, helemaal niet. We hebben alleen gezegd van joh, heb zelfvertrouwen. We staan hier gewoon best goed een hoekje in tegenkom. Moet je niet kopjes naar beneden en bang worden. Dus we hebben gezegd gewoon zelfvertrouwen hebben. Alle ballen snel nemen. Tempo gewoon gaan. Dat hebben we gedaan. Ja. En dan zijn we nog. Ja, inderdaad. Super tweede helft gespeeld. Ja. Jullie hebben natuurlijk niet heel veel voorbereidingstijd richting zo'n toernooi. Best wel kort bij elkaar volgens mij. Ja. Hoe pak je dat aan als speelsters? In vergelijking met hoe je dat bij je club heb je natuurlijk wat patroontjes en ben je gewend aan elkaar? Ja, klopt. Ja, we zijn wel heel intensief bij elkaar. Dus we trainen heel erg veel. We zijn heel veel samen. Dus dat is voor het team altijd heel goed. We gaan wat leuke dingen doen soms samen. En we trainen gewoon veel. En dan spelen we wat goede wedstrijden. We hebben veel stages gehad. Kort op elkaar ook. Ja. Maar ja, dan word je ook heel veel fit. Dus ja, op die manier is het heel goed.